En vroeger kon ik niet tegen kleine ruimtes, weet je wel. Nu maakt het allemaal niet uit, want gewoon genezen, hè, weet je wel. Geweldig, hè. Ik had wat ruimte nodig, weet je wel. Dus dit is gelijk weer een test van God, weet je wel. Halleluja, weet je wel. Hans weet wat hij doet door de geest van God. Ja, serieus. Nee, maar God is goed, weet je. En weet je, het maakt niet uit wat klein is of groot. Want elk persoon is belangrijk. Iedereen is zo waardevol. Al zouden er 2 mensen vandaag zijn gekomen, dan had ik gekomen. Al had er 1 persoon geweest, dan kom ik voor die persoon. Want elk persoon is belangrijk. En of je nou voor 10.000 man staat, of 400 man, of 500 man, of voor 2 personen, dat maakt niet uit. Iedereen is belangrijk. Weet je wat ik zo mooi vond? Ik ga gewoon ergens beginnen en we eindigen ergens, laat ik het zo zeggen. Mijn diensten, ik heb niet een programma. De Heilige Geest leidt het. En ik volg de Heilige Geest in wat hij wil zeggen, wat hij wil doen, wat hij wil spreken door het woord van God. En dat werd gelijk al bevestigd door die vrouw die de collecte aankondigde. Wat u bracht, zeg maar, dat woord van God, dat was precies op mijn hart. Ik ga een stukje praten over het afleggen van die oude, irritante, verrotte mens. Die ons allemaal in de weg zit. He? We hebben allemaal toch wel een beetje last van, of niet? Ja. Na 36 jaar ben ik nog steeds bezig met mijn hart. Maar we hebben een nieuw hart. He? Vergis niet, we zijn in Christus. Door het bloed van Jezus zijn we geheel rechtvaardig voor de Vader. Amen. God kijkt niet naar de zonde, die is betaald. Maar hij kijkt wel naar je hart. Want hij wil je hart. Begrijp je? En daarvoor laat hij je soms, hoe erg dat ook is, soms laat hij je juist door dalen gaan. Door beproevingen heen gaan. Want het is niet goedkoop, hè? Het evangelie is vaak dan, ja, kom maar Jezus. En weet je, en dat is natuurlijk het meest gewassen. Als Jezus vindt het meest gewassen wat je kan vinden op aarde. Er is niks moois dan dat. Maar het is niet goedkoop. Want hij ging naar het kruis. Hij ging letterlijk kapot. Hij werd vernederd, hij werd geslagen, hij werd mishandeld. Terwijl hij is de Almachtige. Hij kon op dat moment dat hij vernederd werd en mishandeld en gekruisigd werd, kon hij pats en alle mensen waren dood. En ik, als hij dit had gedaan, hij zegt in de Bijbel. He, want ik zal veel uit de Bijbel natuurlijk citeren, maar niet alles uit de Bijbel gelijk, weet je, maar gewoon even tussendoor en pak zo de Bijbel erbij. Maar hij zegt, ik kan 12 legioenen engelen roepen uit de hemel. Ja. En het is gebeurd. Maar dan wij broer hadden in de hel gezet. Dan hadden we verbrand. En weet je wat God het ergste vindt? God vindt dat zo erg, want hij houdt zo van ons. Want ik kom hier vandaag de vader van liefde brengen. Niet de vader van een zagrijnige papa. Of een boze papa, nee. Ik kom je een blije papa vandaag brengen. Een vader die van je houdt. Die zo gek op je is. En ik gebruik gewoon wat bepaalde woorden. Die, ja, dat is een beetje mijn stijl. Hè. Probeer daar een beetje. Maar God die houdt van jou. Hij is totaal verliefd op jou. Je bent zijn zoon. En daarvoor gaf hij die geweldige enige geboren zoon aan het kruis. En terwijl hij daar hing. Dacht hij aan u en aan mij. Hij dacht aan ons. Hij ging kapot. En zijn bloed, dat is het meest heiligste wat er is. Maar weet je wat zijn bloed ook het mooiste is? Zijn bloed is liefde. Dus liefde ging voor heiligheid. Begrijp je? Als God zijn grootste karaktereigenschap had geweest, heiligheid, hadden we allemaal in de hel gezeten. Ja, ja toch? Maar liefde ging voor heiligheid. En aan het kruis heeft God eigenlijk de Vader ook beschermd. Want de Vader hij is ook rechtvaardig. Hij is liefde en rechtvaardig. He? Is ook ingewikkeld. God heeft ook een ingewikkeld karakter, net als wij, weet je wel. God heeft ook allemaal meerdere dingen in zijn hart. Liefde, heiligheid, waarheid, trouw, weet je wel. En hij is volmaakt. Amen. Maar aan het kruis hield God de heiligheid, hield Jezus de heiligheid in stand. Waarom? Want hij kon niet onder rechtvaardigheid instappen. Want Adam even was meegaan in de zonde, toch? Dus er was een probleem. En Jezus ging het probleem oplossen. En hij ging voor jou aan het kruis. Mm-hmm. En die liefde, dat heeft mijn leven gevangen. Daar ben ik door bevangen, door het bloed van Jezus. Dat heeft mij, 36 jaar geleden ben ik tot bekering gekomen na een wild heftig leven. Ik was haast, denk toen de tijd al 5 keer dood gegaan. Ik wou niet meer verder leven. Mijn getuigenis kon je op mijn website lezen. Ik heb kaartjes, als je dat wil, kan je aan me vragen laten. Ik ga nog een paar praktische dingen even vertellen, maar dan weet je een beetje wie ik ben. Ik loop 36 jaar mee. De laatste 5 jaar ontploft de bediening op een goede manier. De openbaringen zijn extreem en zoveel liefde. Maar alle eer aan Jezus. Hij doet het. Hij doet het. Maar ik kan niet alleen zeggen, het is alleen Jezus. Want als ik thuis had gebleven en ik doe niks, dan had het niet gebeurd. En wat ik ook nog wil zeggen, het is een relatie, mensen. Het is een relatie.
Dus als mijn dochter en mijn zoon, waar ik zo gek op ben, ik hou van ze, ik doe alles voor ze en voor mij. Natuurlijk zijn liefde en grenzen, maar ik hou van ze. Maar hoeveel had de Vader van ons overgehad aan het kruis? Hij bracht door dat bloed, bracht die relatie terug op aarde. Hij bracht relatie terug. Relatie is het sleutelwoord in deze tijd. Want religie maakt elkaar kapot. Hè? Als ik nou met Hans van mening verschil, dat maakt voor ons niet uit, want we houden van elkaar. Hè? Tenzij je natuurlijk hele fundamentele dingen naar de maan helpt, dan werkt het niet. Weet je, de Bijbel heeft natuurlijk een blauwdruk die heel belangrijk is. Maar de eenheid is veel belangrijker dan ons eigen gelijk, Hans. Man, die oude mens, deze vast aan een oude gelijk, weet je wel? Van, ik heb ook mensen meegemaakt, joh, en ik hou van ze, hè? Nog steeds, waar is mijn Bijbel gebleven? Oh hier, jongen, ik ben ook alles kwijt. Ik ben alles kwijt. Heb je mijn profeten vaak, die is alles kwijt? Die gooi ook altijd de pen om of de koffie om. Nadat de koffie al zal blijven staan, dat is al een wonder. Dat is een wonder. Nee, normaal gaan ze om de koffie, ja. En dat is zo leuk, maar God is ook gezellig, hè? Hij heeft humor. Die zei, ja, nee, God is heel gezellig. Dan moest ik ook nog zeggen dat de Heilige Geest heel gezellig is. Hij is echt gezellig, hij is leuk, hij is liefdevol. En, want dat is voor de zonde betaald. Maar toen zei de Heilige Geest, Frans, weet je waarvoor profetische mensen, die hebben wat minder orde dan de normale mensen, zeg maar. Wij zijn ook normaal. maar wij zijn iets meer hemels normaal, weet je, begrijp je? Dus weet je waarvoor de koffie soms omgaat? Want dat is een eigenschap, maar je gooit ook de muren van religie om. Daar zijn profeten en apostelen voor bedoeld, om muren te slopen van religie. Want religie maakt elkaar dood. Religie zegt, ik heb gelijk, en dit staat in het woord, weet je wel? Oh mijn god, weet je wel? Dan moet je uitkijken, want dan zat je broek af in de kerk. Nou, dat kan ook weer niet. Serieus, weet je, dat is ook onbeschaamd, hè? Want Hans had over schaamte, daar moet ik ook nog wat over vertellen. Schaamte is een killer. Schaamte zit in de weg, joh. Ik heb jarenlang gevochten tegen schaamte. Maar even terug naar dat eigen gelijk. We gaan het hele parcours af vandaag. Dat eigen gelijk zit zo in de weg. En ik houd het altijd dicht bij mezelf. Toen ik... kijk, we gaan weer wat water. Dat maakt allemaal niet uit. Dat wij dat daar komen. En vroeger dan... Nee, weet je, maar vroeger, weet je, dacht ik... Weet je, als vroeger de koffie omging... Man, ik schaamde mij, weet je. Oh, dan gaat weer de 10.000, dus de bak gaat weer om. En dan ging ik dweilen, totdat God mij verloste van schaamte. En als een koffie valt, nou oké, het kan gebeuren. Iedereen maakt fouten. Amen. Maar dat is toch lekker dat je het niet meer druk maakt omdat de koffie omgaat of om andere dingen. We kunnen ons overal druk over maken. Maar Jezus, ik ben gekomen voor jou en voor mij om leven te geven in overvloed. Ja, die water gaat daar zo over mijn been heen. Ik zie hem al binnen, weet je? Nee, dat gaat niet gebeuren. Dat is mijn water. Ik zag hem binnen, nee, gek uit. Nou, ik slok, nee, koffie is al koud. Je moet je niet meer te blazen. Nou ja, die is helemaal koud. Maar, mensen, wat is het toch leuk om met God te leven. Maar ga even wat getuigenissen geven. Toen ik de eerste 10 jaar dat ik bekeerd was, weet je wel... was eigenlijk niet zo leuk. Want ik was natuurlijk heel verwond. Ik kwam uit de diepte. Ik kreeg echt een droom voordat ik tot bekering kwam. En dan naar mijn getuigen zoek tot bekering ben gekomen. Dat is heel boven natuurlijk in mijn eigen binnenkamer. Voordat ik in de kerk kwam, kon je mijn website lezen. Ik wil niet te veel uitweiden. Maar ik was 1-2 verwijderd van de hel. En ik bad dat Jezus, als hij bestaat, openbaar jezelf aan mij. En hij kwam in mijn leven. Het is zo lief. Hij is vol met liefde. Maar hij is ook de Almachtige. Want ik heb hem ontmoet. Met hem kan je nooit... Niemand kan hem aan. Niemand. Kijk hoeveel liefde hij aan het kruis bewees. Hij kon gewoon letterlijk die 12 legioen engelen roepen. Hé, als je gekruisigd wordt, is het ergste wat er is. Een van de ergste marteldoden die er is. Hij kon kiezen voor zichzelf en de Vader. En had de mensheid, de creatie van de mensheid, had verloren gegaan. Maar dat hij gehoorzaamde aan het kruis. En zijn leven gaf voor ons. Voor jou en mij. Dan daar liet hij zien dat liefde het grootste eigenschap van God is. Licht bij de Vader wordt gedragen in liefde. Hoe weet ik dat? Staat ook in de Bijbel. Hij past zijn licht aan je aan. Staat letterlijk in de Bijbel. God past zijn licht aan je aan wat je kan dragen. De een kan meer licht aan dan de ander. Serieus. Ja. En apostelen en profeten. En zeker als ze een empathisch hart hebben van liefde. Waar ze komen, er gebeuren dingen. Niet alleen de koffie valt om, maar ook muren vallen om. En ook bestemmingen worden vrijgezet. Ik begin toch even met wat getuigenissen. Dat
dat dat zoveel bestemming heb ik vrijgezet. Laatst een echtpaar, ik zei, je gaat naar de Filipijnen. En die vrouw zegt, nou, ik heb niks met de Filipijnen. Ja, ja, daar ben ik niet van onder de indruk. Want het is niet mijn woord. Zeg, moet je bij God wezen. Ga maar bij God praten. Kan ik ook niks zien omdat je Filipijnen niet leuk vindt. Dat is jouw probleem. Maar, ik zeg alleen trouwens, je mag naar Mexico, naar Bogota. En 2 maanden geleden zeggen ze, we zitten op de Filipijnen. Een maand geleden, hé, mijn man is naar Bogota. Dat zijn richtinggevende profetieën. Geboortes van baby's. Huwelijken doe ik niet aan mee. Nee, dat is heel tricky. Maar ik profiteer wel als God heeft een man of een vrouw voor je. Vraag wel of ze eerst vrijgezel zijn. Je moet ook nog wat wijsheid gebruiken in je leven, weet je wel. Ja. Maar mensen, God is goed. En we gaan ergens heen. Want er is revival aan het komen in Nederland. Er is echt revival aan het komen. We maken dingen mee die we nog nooit hebben meegemaakt. Dit is zo bizar. En ik kom even terug op dat eigen gelijk waar ik zo last van had. De eerste 10 jaar, mensen. Man, wat was ik toch af en toe een irritant ventje, joh. Serieus. Ik wist alles beter, weet je. Ik dacht dat ik het allemaal wist. En daar wil ik even iets over zeggen. Dus, op het moment dat ik het eigen gelijk aflegde, weet je wel. Na 10 jaar, veroordeling, oordeel. Oordeel is ook zoiets. Waar veroordelen we over elkaar? Hoe kunnen wij... Hoe hebben wij het lef, en ik steek mijn hand in eigen boezem, hè? God heeft mij wakker gemaakt, hè? God maakt die bruid wakker. Maar waar heb ik het lef vandaan gehad om te oordelen over andere mensen? Terwijl, onze vader ging aan het kruis. Maar oordeel je ook over andere religies? Vragen doen we even. Als oké, mijn excuses. Mijn excuses. Maar een mooie vraag trouwens. Hè? Maar want hun hart klopt ook. Ja, nou precies. En ik maar oké, sorry. Ja, maar ik vind wel een goede... Ik ga het heel even in, maar... kijk, andere religies... Ja, er is maar één weg en waarheid naar het leven, dat is Jezus. Maar je hebt die mensen wel lief. Je blijft ze lief hebben. Lief hebben is het belangrijkste wat er is, weet je wel? Maar Kaan werd ook vergeven. Ja. Mm-hmm. Maar ik blijf even in de vrouw. Ja, sorry. Kom dan, maakt niet uit. Ik loop even naar buiten, want druk. Ja, ik begrijp het wel. Blessing. God is zo goed. En kijk... Maar jij zegt oordeel niet omdat je niet geoordeeld wordt. Want je zet jezelf vast. Wie ben jij of ik om te oordelen over een ander? En als andere mensen in andere religies zitten, ja, dat is gewoon, blijf ze lief hebben. Maar laat ze dan de liefde van Jezus zien. En wees dan niet zo van dat je de Bijbel pakt en hè, dat iemand gelooft in iets anders. En dan ga je hem zo op zijn gezicht slaan met die Bijbel, weet je wel. Dat werkt niet, mensen. Het werkt niet. Dat jij dat ding door zijn strot wilt houden, dat gaat niet werken. Maar als je je hart laat zien van Jezus, door jouw hart heen, dan komen ze tot berouw, tot bekering. Ik heb een paar monsters tot bekering mogen leiden. Gewoon door wonderen en tekenen, omdat ik mijn schaamte was verloren. Misschien kom ik daar dadelijk op terug. En weet je wat het is? God houdt zo van deze man. Zo mooi. Want God houdt van ons. Weet je, en dat is zo belangrijk. Weet je wat we missen in het evangelie? Wat we echt missen? We missen de liefde van Jezus. We missen het hart aan het kruis. En het hart hebben we buiten de kerk gezet. Maar wat houdt God van ons allemaal? En van die kostbare man daar. Wat houdt God van ons? Man, als we zo beseffen hoe die veel van ons houdt. Ik ben meegenomen naar de hemel een paar keer. Ik mag visioenen zien. Ik ben een profeet ziener. Ik zie dag en nacht visioenen als ik niet uitkijk. Als ik in de Heilige Geest ga liggen, zie ik visioenen. En alles komt uit. En mooie dingen, want God wil opbouwen. De geest van profetie is het getuigenis van Jezus. En Jezus kon goed doen. Hij kwam niet slecht doen, nee, hij kwam goed doen. Hij zegt, de vader is goed. Want jullie denken dat jullie goede vaders en moeders zijn. En als je kind om een brood vraagt, gaat hij geen slang geven. Maar de vader is veel miljarden malen beter dan ons allemaal bij elkaar. En hij houdt van ons. Hij houdt van ons. En het licht neemt toe. In Nederland neemt het licht toe. Waarvoor denk je waar we er zoveel steekpartijen zijn? Waar we er zoveel oorlog is in Nederland? En niet met andere landen, maar intern gebeurt er zoveel. Waarom? Omdat het licht toeneemt. Want de mensen kunnen niet tegen het licht. Want de vader zijn goedheid is licht. Begrijp je? Toen Mozes zei, laat me uw glorie zien. Mozes, hij durfde, hij durfde. Ander had gezegd, nou laat maar gaan. Deze niet, die rende van de berg weg. Mozes ging naar boven. Hij zei, laat me uw glorie zien. Weet je wat God zei? Je kunt het in de Bijbel terugvinden. Dat is goed, lieverd. Maar ik ga je mijn goedheid laten zien. Dus zijn glorie is zijn goedheid. Een vrucht van de geest is goedheid. Dus de Heilige Geest is goed. De Vader is goed. We hebben een goede Vader.
een lieve vader. En wat we missen in de kerk, is het hart van Jezus. En dat mag terug in de kerk. Begrijp je? Nog even iets praktisch. Als we daar gaan profiteren, hou je telefoon dan klaar om het op te nemen. Ik profiteer vrij lang. 10 à 15 minuten, dat kan gebeuren. 20 minuten, een half uur. Omdat ik, ja, ik neem gewoon tijd voor mensen. En ik krijg wekelijks en maandelijks gewoon getuigenissen terug wat God allemaal doet door me heen. Alle eer aan Jezus. Maar die bruid zal opstaan. Want ik ben door lijden gegaan. En dan wil ik even mee gaan beginnen met het woord. Als je een Bijbel bij je hebt of een telefoon met de Bijbel. Ik wil ook even een stukje delen over lijden. U kunt pas voor Psalm 40 opzoeken. Psalm 40. Maar mensen, lijden hoort ons dichter bij Jezus te brengen. Want hij gaf de grootste prijs aan het kruis. Hè? En daar kan je niets aan toevoegen. Je kan niks voor je redding aan toevoegen aan het kruis. Je redding is gratis, maar wie je wordt. En als jij en ik de Vader wil verheerlijken, dan kost het je wat. Dit is niet goedkoop. Want ook wij gaan door lijden voor Jezus heen. Begrijp je? En, als we dat, en dat wil God gaan doen. Die wil gaan laten zien hoe belangrijk het is dat wij door alle omstandigheden doorgaan. Zoals die vrouw dat woord bracht. Al ga je door diepe dingen heen. Hè? Je gaat door. Want je gaat pas oogsten als je volhardt. Amen. Want de duivel die is niet blij met je. Hè? De duivel was niet blij met Hans. Dat heb Hans ook geweten. Ik ken hem helemaal niet goed, maar ik weet dat hij is aangevallen. Ik ben ook aangevallen. Jullie zijn ook aangevallen. Want de duivel is niet blij met je. We hebben een tegenstander. Ja. En waarvoor laat God het lijden toe? Hij beproeft je hart. Voor de zonde is betaald. Maar wie je kan worden in Christus en met je hart te maken. En hij beproeft je hart. Hij wil je hart. Hij gaf zijn zoon aan het kruis. Hij wil ons hart. Alles wat hij wil. En dan zegt hij, en hij doet het als een gentleman uit liefde. Ik wil je hart, lieverd. Want ik heb je hart gemaakt en je bent geweldig. Maar als je je hart geeft, ga je leven. Begrijp je? En dan kom ik weer even terug bij dat ik zo ontzettend eigenwijs was. Weet je wel? En de eerste 10 jaar waren wij in gesprek over het evangelie en zus. En gingen we praten en ik vertel mijn verhaal. En ik kon heel moeilijk luisteren vroeger. Dat heb God me echt geleerd. En dan ging jij vertellen. Nou, in je eerste zin stopte ik al. Nee, zus, leuk dat je zo doet. Maar het zat zo. Ik wist het zo beter dan een ander. Ik wist het beter dan iedereen. De eerste 10 jaar van mijn bekering. Ik was... omdat ik dacht van ja, dat ik het allemaal wist. Weet je. Ik was een beter weten. Begrijp je? Dat staat ook, Paulus zegt, wees geen beter weten. Totdat God kwam met de Heilige Geest en mij ging openbaren. Frans, oordeel, veroordeling en al dat beter weten, al dat eigen gelijk, leg het bij het kruis af. Dat is wat God van je vraagt. Als je met dingen in je hart loopt, of het nou angst is, zorgen, eigen gelijk, eigen gerechtigheid, leg het bij het kruis af. Want al dat soort dingen zijn ballast. En toen ik het aflegde bij het kruis, ging het leven. Hij is gekomen om leven te geven in overvloed. Wie wilde zijn hand opsteken? Ik zou niet naar voren roepen. Maar die wil leven met Christus Jezus in overvloed. Halleluja. Amen. Amen. Allemaal, zeg maar. Maar dat is het Jezus komen doen. Hij zegt, ik ben gekomen om leven te geven in overvloed. Maar waarvoor hebben we niet het volledige leven van Christus? Omdat we ook een oude mens hebben. We hebben een erfenis die van de boos is. Begrijp je? En die erfenis staat in de weg. Die boven kennis van de kwaad, die staat jou en mij in de weg. En die mag je afleggen, want die kan gewoon niet genezen. Want dat is van de hel, dat is van Satan. Daar zit onze ziel is gezond. Onze ziel is mooi, ons hart is mooi. We zijn in Christus, hebben een nieuw hart van empathisch vermogen gekregen. Maar onze ziel zit soms nog vast aan die oude erfenis, die boven kennis van de kwaad. En dan zeg ik tegen haar, ja, maar je hebt helemaal gelijk, ik weet veel beter, weet je wel. En zonder dat ik het door had, zat ik in misleiding. Zonder dat ik het door had. De eerste 10 jaar van mijn christendom, ik was gewoon een irritant ventje. En toch was ik ook wel leuk, ik had wel humor natuurlijk en ik was wel gezellig. Het was niet dat ik heel verkeerd was, maar ik zag die blinde vlekken niet in mijn hart, man. Anderen hadden ze al lang gezien, maar die durven ze niks te zeggen, er staat een kop op natuurlijk. Er is ook een kop op, ja, iedereen gaat je waarschuwen, zo'n kop erop, zelfs maar niet. Nee, profetische karakters en apostolische karakters zijn heel sterk. Zijn de twee sterkste karakters. Niks meer dan anderen. Je hebt alleen een beetje een moeilijker leven. Want het is niet makkelijk om apostolisch of profeet te zijn. Maar de eerste plaats ben ik een zoon van God. Ik ben zijn vriend. Hij is mijn beste vriend.
En of je nou een herder bent of een evangelist, maakt allemaal niet uit. Niemand is meer of minder. Mm-hmm. Nu komt de tijd van verademing in de kerk van Christus in Nederland. Nu komt er een berouw. Gisteren heb ik een dienst meegemaakt. Ik kan niets uitleggen in die trots, maar er kwam een berouw. Dat wil je niet weten. We hebben staan huilen omdat God binnenkwam. Niemand is meer of minder. En het gaat niet om ons eigen gelijk, mensen. Als het om ons eigen gelijk draait, dan is een doctrine wat jou hebt vastgezet ergens. En dat moet je, dan moet je aan het kruis gaan afleggen. Want dat is niet van God. Weet je? En ik had een goede vriend. Die heb ik nog steeds een goede vriend. Ik ga geen namen noemen, geen landen. Maar dat was een apostel, weet je. Echt een big boy. Dat wil je niet weten, man. Ook in de wereld was hij groot, man. Maar blij dat hij tot bekering is gekomen. Die wil je niet in een discotheek tegenkomen of in een bar. Nee. Ze noemde hem de Terminator. Die stak gewoon de ogen eruit. Ja, dan ben je blij dat God mensen op de kerk maakt. Serieus. Maar wonderlijk tekenen. Hè. Dus gewoon echt mensen uit de rol. Grote ziektes genezen. Maar soms kan iemand zo nog vastzitten. Nou, daar wil ik even naartoe. Kijk, een bediening. Als je mijn website leest, dan denk je, wauw, extreem. Een bediening. Gave bediening. Alle eer in Jezus. Maar het zegt niks over mijn hart. Ja? 1 Korinther 13. Als ik de liefde niet heb, dat is niks. Ja, we kunnen allemaal een bediening hebben. Een ezel had een bediening. In het Oude Testament. Hij profiteerde tegen die verkeerde profeten. Zelfs een ezel kan profiteren. Dus wij kunnen ook profiteren. Ja. Zo simpel is het. Leg die lat vaak zo hoog. Die ezel ging gewoon profiteren met een hoorbare stem. Hey, over rare dingen gesproken. Ja, profeten hebben vaak wat aparte dingen boven natuurlijk. Maar wat gaan we doen? Maar mensen, laten we die eigen wijsheid afleggen. Laten we die oude mens afleggen. Want onze eigen rechtvaardigheid... Dat is een schijnrechtvaardigheid. Ja? Toen de verloren zoon kapot was en binnenkwam, maar ik wil ook nog iets over gebrokenheid zeggen. Hij was totaal kapot, had zijn leven vergald. He? Drank, hoeren, en hij verspilde alles, weet je. Hij ging feesten. Hij ging helemaal kapot, weet je wel? Hij ging los. En die rechtvaardige zoon was de grootste egoïst in het verhaal. Hij zeurde over zijn feestje. Nou, niemand kwam op zijn feestje, omdat waarschijnlijk gaf hij azijn te drinken. En beton als taartjes. Ja, serieus. Er was ook niks aan om naar zijn feestje te gaan. Maar hij dacht dat hij rechtvaardig was. En velen denken dat ze rechtvaardig zijn. Ik dacht dat ik rechtvaardig was. Totdat God het licht aanstak en het openbaarde. En die rechtvaardige zoon. Ja, maar uw zoon is nou terug. En ik heb nooit een feestje gehad. En de vader zei. Je broer is terug. Hij was zo egoïstisch in zijn eigen rechtvaardigheid dat hij niet kon huilen omdat zijn broer terug was. Hoe egoïstisch ben je dan? En die eigen rechtvaardigheid, die verblindt hem. Onze eigen rechtvaardigheid, onze eigen visie, ons eigen gelijk over dit heilige woord, wat misbruikt wordt door ons eigen gelijk. Want ik hou het bij mezelf, misbruikte dit woord voor mijn eigen gelijk. Gelijk mijn zonde beleiden. Dus. Dat heb ik nog nooit gedaan zo. Maar ik dacht dat ik het wist. Ik dacht. En toen kwam Heidi Baker. Ik noem toch even wat namen. In Nijkerk. En ik zat daar een tijdje op de Bijbelschool. En allemaal grote sprekers. En dat had me zo geraakt. Want die eerste 10 jaar mocht ik dat afleggen. Dat eigen gelijk. Want God had me een Job-ervaring gegeven. En dat zei anderen. God zei het zelf. En er zei een maat van mij. Je gaat een Job-ervaring krijgen. Dat zijn niet de leuke woorden die je wil ontvangen. Nee, zeker niet als je net bekeerd bent 10 jaar. Begrijp je? Nee, dat is niet fijn. Daar ga je niet van springen, zeg maar. Uiteindelijk heb je Job ervaring. Dat lijden waar ik doorheen ben gegaan. Ook als christen ben ik door groot lijden gegaan. Heb mij gemaakt wie ik ben. Mm-hmm. Dat lijden maakt je groter dan alles wat er is. Ik was, toen ik tot bekering kwam, een kleine bange jongen. Ik was echt, 36 jaar geleden, alles was kapot in mijn hart. Ik was een kleine bange jongen. Ik had 12 grote angsten in mijn leven. En de vader heeft het weggehaald. Waarom? Ik heb gezegd, vanaf dag 1, als iets in mijn hart is, hier is mijn hart. Het is van u. Haal alles weg. En hij neemt de tijd daarvoor. Hij is niet een boeman die zegt, nee, hij doet door liefde. En hij heeft 36 jaar de tijd genomen voor mijn hart. Ik ben met de laatste 12e steen bezig en dit jaar is hij eruit. Waarom? Omdat God een gentleman is. God is een papa. Hij is een vader die van je houdt. En een van de rotte eigenschappen van de boom des kennis en kwaad, is dat we denken dat we altijd gelijk hebben. Ja, maar dat is goed. Ja, maar dat is kwaad. Ja, mooi niet. Want dat is erfenis van Satan. De boom van kennis van de kwaad. Ja, maar staat toch in de Bijbel? Ja. Maar dat is jouw zicht op de Bijbel. En niet mijn zicht. Ja?
Dus als mijn kleur zegt iets over deze Bijbel. Niemand heeft de volledige waarheid. Ik zet hier geestelijk niet eens vol. Niemand. De grootste prediker, profeet, apostel in de Simiet. Heeft de volledige waarheid van God. Alleen Jezus heeft de volledige waarheid. We hebben een deel waarheid. En samen maken wij, als het goed is, als er liefde is en eenheid. De veelkleurige wijze bekend in de hemelse gewesten. En dan word je de machtig gek. Want dan denk je, hé, die meloten gaan één worden. Nou, het is tijd dat we één worden. Het is tijd dat we die oude mensen afleggen met dat gelijk. Wat mensen kapot maakt. En hele discussies, whatever. En ja, maar staat toch in de Bijbel. En ik zei tegen die gozer, weet je wel. Hij was natuurlijk christen, daar was ik wel blij mee. Ook al diegene, ja, zeg je het nog. Want ik heb geen last van intimidatie, weet je wel. Het interesseert me niks meer. Mijn dochter zegt, je lijkt wel een mutant geworden. Ik zeg, ja, maar dan allemaal hart van liefde. Maar mijn hoofd is net zo hard als de hunne. Net zo Ezekiel. Maar mijn hart is zo zacht als Jezus. Maar mensen die kunnen je proberen te overroelen, heel lief. Gaat het een beetje? Het gaat sowieso goed hoor. Amen. Goed, het ging me alleen wat te schoon. Ja. Dus ik dacht, ik ga gewoon. Amen. Je moet mijn bek houden. Ja. Dat heb ik haar beloofd. Ik hou van je. Ja. Ja. Ik hou van jezelf. Dat hoor je zelf. Ja, ja. Amen. Nee, dat is echt zo. Ja, ja. Ik hou van je. Ga je daar een bikkerig geven. Hey, luister. Dus dat eigen gelijk zit zo in de weg, mensen. Dus toen ik dat aflegde. Ik werd ineens een stuk lichter. Serieus, toen ik mijn eigen gelijk aflegde. En trots ging ik afleggen. Want Jezus zegt, toch, ga toch op die enge poort heen. Die smalle weg, die smalle poort. Ja, dan moet je je vernederen. He, dan ga je, net als in het leger, ga je zo. Je kruipt door die enge poort heen. Op het moment dat jij die oude mensen en die oude bomen kennis van die kwaad gaat afleggen, ga je leven. Kom je tot vrijheid. En zo zijn er meerdere processen geweest in mijn leven. Ik ga nog een voorbeeld noemen over blinde vlekken. En nogmaals, als we misleid zijn. Dit vond ik een hele goeie. Die heb ik van een andere prediker. Ik vind hem altijd zo mooi. Hij is zo simpel, maar zo mooi. Als ik of jij misleid ben, hebben we niet door dat we misleid zijn. Ga mooi. Dus als ik misleid ben, heb ik het niet door. Als ben ik niet misleid. Ja toch? Zo simpel is het. En wat maken we toch een bombardie? Als weet je van, iedereen is ergens scheef en God maakt je recht. Want hij is toch de vader van liefde? Hij is toch genade? Hé, en God kijkt met de ogen van Jezus naar ons en hij houdt van ons. Maar toen ik mijn hart liet vinden door de vader, werd ik vrij. En ik ben zo licht als een veertje geworden. Als Jezus terugkomt, Jezus heeft tegen mij gezegd, hij komt terug in mijn leven. Nou, dat mag ik geloven of niet. Maar hij maakt me zo licht als een veertje, dat ik als een van de eerste daar ben. Ik ga wedstrijden doen, wie het eerste bij Jezus is. Ja, en als je geen ballast meer hebt, als je niet meer bent te intimideren, als je niet onder de indruk bent van mensen of van de hel of van Satantje, de loser, met zijn twee tanden, die er nog uit gaan schommen. Ja, Satan. Die hebben al wat klappen gehad van ons. Satan is de meest kleinste gedrog wat we staan. In Jesaja staat letterlijk, dat aan het einde der tijden staan we allemaal in de hemel. Wordt Satantje de loser, ik noem hem Lucy Ball, van de gemaskerde bal, weet je wel. Lucy Ball, weet je wel. Ja, serieus, ik kan niet te ver gaan, want als je bepaalde dingen zegt, dan kan je nog boetes krijgen ook. Maar ook maar ja, God voorziet toch. En Hans betaalde het. Gekheid, nee, ik hou hier niet in, Hans, ik hou hier. Maar het is een lofvaart. En dan staat hij daar, en Jezus zegt, en vader zegt, dit is de man die de wereld misleidt. En iedereen slaat op zijn, staat hier zei, slaat zijn borst. Nee, nee. Deze scharminkel, dit kleine ettertje, deze loser, heeft die ons. Nee, 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 vader, dat meet u niet. Maar niet iedereen zal verbaasd zijn. Want degene die wakker worden, degene de bruid die opstaat, die weet dat Satan niks is. Want Satan is een gevallen engel. Hij heeft nog niet de splinter van een briljantje. En waarom is Satan lijkt hij zo sterk? Omdat we de oude mens niet hebben afgelegd. Omdat we ons eigen gelijk niet tegen de vlakte hebben gegooid. Want toen ik dat deed, ging Satan van mij vluchten. Ik dacht, oh, dat is leuk zeg. Ja, dan gaat hij van mij wegrennen. Eerst neem ik van hem weg. Ik denk, nou. Ja, een huisdier geworden. Ja, zo daar. Van een muisstop. Van een muisbank. Ja. Tjop. Toppa. En dan zie je, kijk, geestelijke worven is real, hè. De macht en Satan. Maar als jij je leven aflegt, dan gaat hij voor je wegrennen. Ik heb het meegemaakt. Nee, serieus. Heel hard. Echt serieus. Dit is geen fairy tale. We gaan even ergens, we komen zo naar de psalm. Maar we gaan ergens naartoe. Weet je, toen ongeveer 8 jaar geleden
toen gebeurde wat in mijn leven wat heel pijnlijk was. En Jezus kwam in een droom. En ik huilde in mijn droom op bed. En Jezus kwam naast mij. En die huilde nog harder op mijn pijn dan ik kon. En daarna kwam Satan ook. En die wou mij intimideren. En die, ik denk een paar maanden daarna kreeg ik een droom over Satan. Weet je. Als Jezus komt, kom hij ook een keer mijn straffen langs. En ik zag hem niet of zo, maar er stond iets donkers in de hoek. En ik droomde dat ik lag op mijn bed. En hij zei zo met een horenstem: ik pak alles van je af, ik maak je helemaal kapot. En ik lag op mijn buiten te slapen. En ik zei tegen God: moet ik hem nou nog antwoorden? Ook van. Hij heeft echt zijn best gedaan. Hij was helemaal zwart en echt een horenstem. Je gewoon in zo'n film. Ja. En ik zei tegen de Heer. En Moody had het ook, hè? Moody evangelist van vroeger, een opwekking spreken. Want dat God heeft me anders gemaakt. Ik heb mijn leven afgelegd en ik ben nergens bang meer voor. Terwijl ik een kleine jongen was, 36 jaar geleden. Ik was voor heel veel dingen bang. Ik had zoveel angst, maar ik heb het afgelegd. Want de Vader liefde drijft alle angst uit. En ik zei tegen de Heer: moet ik hem nou nog echt antwoorden? Oh, begrijpt hij het nou nog niet? En weet je wat er gebeurde? Hij rende weg. Want ik wou hem gaan antwoorden. En ik kwam verrot gescholden. Een loser. Wie denk jij dat je bent? Rot op, man. Hij is een loser. En daar wil ik je even wat vertellen over de geestelijke wereld. De Satan misleidt. Ga ik je nog één ding zeggen? Ik had een keer een visioen. Ik zie heel veel visioenen. Zeker de laatste 5 jaar is het zo toegenomen. Niet normaal. Ik zie ineens een macht staan van de hel. Een macht met een groot zwaard in de verte. He? Nou. Ik denk, nou, kijk, het ziet er gevaarlijk uit. Als je het zo bekijkt. En de Heilige Geest neemt in de geest mee. En ik kom naast hem staan. Had hij zo'n lullig hout zwaardje in zijn hand. Een kinderzwaardje. Ja, van de afstand zie je hem niet veel, weet je. Je ziet niet veel van de afstand. Maar God laat even zien hoe misleiding wordt. Ze doen zich voor, ze puffen zich op. En ze zijn, weet je, net zo'n puffvis met al die stekels en zo. Maar op het moment dat jij je leven aflegt, die oude mens, en dat eigen gelijk aan God geeft, aan het kruis, hij wil dat hebben. Hij is voor jou eigen gelijk, wat niet voor God is. Gestorven. En de mening is niet verkeerd, hè? Maar ik bedoel echt eigen gelijk. Dat je vast zit in doctrine en dat je niet kan leven met mensen. Want op het moment dat we onszelf afleggen, dan kunnen we goed met elkaar door één deur. Want Jezus, mijn last is licht en ik ben nederig van hart. De grootste overwinning die gaat komen in Nederland is het jaar van wijsheid. Het jaar van licht. Het jaar van licht en wijsheid. Het jaar van licht. Ik ga je daar wat ruimte geven. Dat vind ik heel leuk. Het jaar van licht en wijsheid. Maar wat doet, kijk, openbaring en wijsheid, dan gaan we God recht kennen. Het eeuwige leven is het kennen van God, begrijp je? Maar als jij wijsheid krijgt, dan ga je dingen doorzien. En dan ga ik je nog even wat zeggen. Dan moet je niet in de eerste plaats met Satan gaan strijden. Je moet met je eigen hart die burgeroorlog gaan stoppen. Je moet bij je eigen hart naar God toe zeggen: Vader, brand alles door je liefde weg, wat het ook is. Laat uw vuur komen. Laat uw liefde komen. Wat het ook is, papa, haal het weg. Want Johannes zegt: indien wij vrucht dragen, wie verheerlijken wij dan? Wie weet dat in de Bijbel? Staat dat? Als wij vrucht dragen, geestelijke vruchten, goedheid, liefde, wie verheerlijken wij dan? De Vader. De Vader. En dus het offer verheerlijkt de Vader in ons. Maar wij mogen ook offers brengen naar de Vader. Want we kunnen ons aan onze redding niets toevoegen. Maar Johannes zegt in de Bijbel, je kan het opzoeken. Als wij vrucht dragen, verheerlijken wij de Vader. Wie wil de Vader behagen? Mag ik weer handen zien. Halleluja, amen. Amen. Dus als jij de Vader wil behagen. Dan staat hij niet, hè? Ja, precies, amen. Geweldig. Nee, ja. Ja, nee, maar precies. Amen, amen. Dus als jij vrucht draagt, verheerlijk jij de Vader. En hoe kan je als een zaadkorrel niet sterft, kan je toch geen vrucht dragen? Dus als we die oude mensen niet afleggen, kunnen we geen vrucht dragen. Op het moment dat ik die oude mensen aflegde, kwam er een zaadje van de hemel, van Jezus, in mijn hart, en het ging groeien, en het werd een boom des levens. En daar ga ik even deze preek en de psalm mee beëindigen. Dus, als we niet sterven, kunnen we geen vrucht dragen. Sterven is dat je door die enge poort heen gaat. Dat je een offer maakt voor Jezus. Hij heeft jou zo lief. Mogen wij ook een offer geven aan hem. Elk offer op aarde wordt in liefde uitgedrukt. Wat het ook is. Ook naar elkaar toe. En als we sterven aan die oude mens, gaan we vrucht dragen. Dat is één van de dingen waardoor je. En dan krijg je wijsheid. Dan krijg je wijsheid.
Want alles wat je aflegt, is ook je opstap waar je over kan gaan spreken. Begrijp je? Ik leg de angst af, dus ik kan spreken over angst. En ik maak mensen vrij van angst. Begrijp je? Door de liefde van Jezus. Begrijp je? Op het moment dat jij jezelf verliest, wat zei die vrouw in het woord? Wie zichzelf verliest, weet je nou wat ze zei? Die vindt het leven. En dat is moeilijk, want je kan niet zonder liefde en een relatie met papa jezelf gaan verliezen. Want dan wordt het religie. Want dan wordt het, ik moet en ik mag niet en ik raak niet en in dit. Nee, de liefde van de vader, die brengt jou in relatie. En dan is het makkelijker om jezelf af te leggen. Want ik heb alles over mijn papa. Want ik weet hoe lief hij is en hoe geweldig hij is. Begrijp je? Amen. En dan gaan we naar de persoon. Halleluja. Naar de persoon 40. Ja. Halleluja. God is zo goed. Weet je, en ik geloof ook de tijd van programma's is over. Laat de Heilige Geest de baas worden in de kerk. En dat wil ik nog even zeggen. Want ik volg de Heilige Geest. Wanneer God de baas wordt in jouw leven, hè, dan ga je leven. Begrijp je? Want als je zelf de baas wil blijven, heb je een zwaar leven. Ja? Want als je onderwerp je aan God, dan biedt weerstand aan de duivel, zegt de Vader. Dus als jij een licht leven wil hebben, want licht maakt jou licht. Het licht van de Heilige Geest maakt jou licht. Zoals mijn lichaam, ik ben 40 kilo kwijtgeraakt door de Heilige Geest. In 7 jaar tijd. Lichamelijk. Ik was obesitas. Dat heb ik nog nooit gezegd op tv of op uitzending. Bizar, hè? Maar waar is dat door gekomen? Omdat God mijn hart genas. Want ik heb geen zorgen meer of boosheid of angst. Dus licht maakt je echt ook lichter. Ook geestelijk, ziels en lichamelijk. En wat is het dan leuk om Christus te dienen? Want niemand kan je meer raken. Als mensen dan kwaad spreken, of jouw pijn willen doen, of mijn pijn willen doen. Ja, sorry, maar soms leg ik het twee te lachen in de geest onder een tafel. Dan word je van alles uitgemaakt, weet je. En ze kennen mij überhaupt nog niet. Het gebeurt wel eens op Facebook. Ja, maar jij met je liefde, en je bent dit en dit. En ik denk, oh, halleluja. Dank Jezus, ik word weer vervolgd. God, ze hebben tijd geduurd, Heer. Nee, maar zo maf ben ik geworden, hè? Serieus, 10 jaar geleden lag ik te janken. Oh, wat zo'n durf ze nog denken over mij? Ik ben een goede gozer, mijn reputatie die is naar de maan. En dat moest ook, en die is to the ground, want die reputatie die staat zo in de weg. Man, als die jongen voor je reputatie levert christen doen, dan moet je geen christen worden. Je wil niet een geest vervuld door christen, want je wordt vervolgd. Ja. En ze zullen zeggen tegen je bent van de Satan, je bent een valse profeet. Ja. Tegen Jezus zei ze, je bent van de demonen drijf je uit, dus Beelzebul. Man, heb je Jezus opwekkingsdiensten wel eens gezien? Had geen geen moeten letten, hè? Dus achter de berg moest je sowieso niet vallen, want dan had iedereen zijn behoefte te doen. Ja. Ja, serieus. Ja, en Jezus was echt, je was zo hemels normaal. Als Jezus ziek ging, dan sprong hij bij Peter zo op zijn nek neer. Zo leuk was Jezus. En wat hebben we van Jezus gemaakt? We hebben een soort een karikatuur gemaakt van Jezus. Dat we denken, mijn God, vind je het gek dat ze een carnaval buiten vieren? Vind je het gek? Maar het feest komt terug in de kerk in Nederland. Amen, amen. En de mensen die carnaval vuren gaan, we gaan naar een kerkcarnaval, stel niks voor. Amen. Het stelt helemaal niks voor. Want de glorie gaat uitbreken. Ja, amen. Maar het feest van God komt terug in de kerk. En weet je, als het feest terugkomt, dan mogen er tranen zijn en vreugde. Man, ik profiteerde over een jongen een keer. Ik wist wel dat hij net gescheiden was. Ik zei, de joy of the Lord, die heeft 2 uur liggen lachen. Hoe kan je 2 uur liggen lachen als je net gescheiden bent? Ja, sorry. Iemand in Amerika had 100 miljoen schuld. En Rodney Howard Brown kwam langs en hij kreeg de joy of the Lord. De joy of the Lord. 100 miljoen schuld, dan ga je niet lachen. Nee. Ze wou hem al wegbrengen naar een krankzinnige inrichting. Want hij was al helemaal down, hij was helemaal depressief. Komt er een profeet los. En hij kreeg dat Jurgen de Lord. Nou, toen wou ze hem echt wegdouwen. Toen dacht ze, hij heeft nou echt verloren. Hij is het kwijt, hij is gek. Begrijp je, want het stelt niks voor, mensen. Het stelt niks voor wat je buurman of buurvrouw zegt. Amen. Of wat je familie zegt. Amen. Wat voorstelt is wat God over jouw leven zegt. En dat ga je vandaag horen door de Vader lieden. Wat Hans over mij zegt, wat ik over Hans zeg. Wat vrienden over mij zeggen. Dat stelt mij wat voor. Maar een of andere dodo die op Facebook... Denk mij te kennen, terwijl hij mij nog eens kent. En weet je, niemand ziet je offers en mijn offers. Nee. Weet je,
Het is zo kleinzielig. En dan ga ik lachen in de geest. Waarom? Omdat ze ergens van Satan. Het is zo kleinzielig. En ik log Satan uit. Ik denk, heb je die loser weer? Dan gaan we hem weer vervolgen. Maar als je vervolgd wordt, hè, als de geest is heerlijkheid op je rust, ga je vervolgd worden. En wat zegt de Bijbel nog meer? Als we delen in zijn lijden, delen we zijn heerlijkheid. Amen. Amen. Het is alleen wel zielig voor die mensen. Ja, nou, ik ook. Ik heb dit wel voor ze. Amen, dat denk ik ook. Ja, nee, maar het is ja, maar ze maar zijn dat, verblind. Dat is het. Kijk, zie je wat een aanval. Ze zijn in de ban van hun eigen angst, wat ja. Satan is. Kijk wat die zeggen. Dit is gewoon zo'n wijsheid. Omdat deze mensen zitten vast. Maar laat je niet intimideren, maar bid voor ze. Want ik geloof echt in een tijd dat als iemand mij vervolgt gewoon publiekelijk, ik loop naar hem toe en ik geef hem gewoon een kus op zijn voorhoofd. Elke keer als hij naar mijn dienst komt. Hé, hey, serieus? Yes. Graham Cook. Dit is goud, die grote. Graham Cook. Hier. Want iedereen heeft iets, hebben we van elkaar aan. Ja. Wow. Jezus. Man. Echt niet. Oh. Als ik dit doe, is het wel de gave van krachten. Dus niet, ik word niet bevrijd van demonen. Nee. Oh. Er is niks in mij, er is niks aan mij. Ja, serieus. Maar die hebben ook buiten de kerk gezet. De gaaf van krachten. Oh, oké. Deze man is wel echt, ja. En jij ook trouwens. Ja, zeker. Maar de gaaf van krachten hebben we buiten de deur gezet. Want dat is te lawaaiig. Dat is raar. Weet je wel? Want als de Heilige Geest over mij komt, dat is de kracht van God. Ik kan niet bevatten, man. En dan denken mensen, zeg maar, laat maar komen. Dan denken mensen van weet je wel, wat is het nou weer? Weet je wel? Mijn God. Wat is het nou weer, weet je wel? Maar... Kijk, Paulus zegt ga van genezing en hij zegt ook ga van krachten. Maar die hebben we uit de kerk gezet. Nee, je geldt hard, je moet naar buiten. Nee, doe normaal. Of ze gaan even 5 man bevrijden, worden ze helemaal bang. Eruit. Man, hoe kan je de Heilige Geest eruit bidden? Dan ben je toch ook niet helemaal, spoor je ook niet helemaal. Zitten ze iemand bevrijden terwijl de Heilige Geest in hem zit? Dat is zo leuk. Want de Heilige Geest, die komt over mij. En dan ga ik gillen, wat je net zag. Wow, dit is geen triaan, dit is echt... En dan denken mensen, sommige mensen denken echt, en ik ga proberen het eindigen zometeen. Maar dan denken mensen, oh wat een aanstel. Ik had een keer met mijn maat, ik noem gewoon even zijn naam, mijn harte vriend Klaas. Van Dendal, we waren in de dienst. En ik kwam in de dienst al zo binnen, dan ben je in een moonwalk. Dan kom je zo binnen. Nou, je reputatie, die is al weg voordat je binnenkomt. Gelukkig kennen de mensen dan de meeste Heilige Geest wel. Maar bepaalde mensen, die weten dat niet. En ik zie een vrouw en die zegt, er komt weer zo'n theaterartiest. Serieus. Maar ik kan er niks aan doen, mensen. Als de Heilige Geest over mij komt. Mensen, ik was haast een paar keer dood door die heerlijkheid. En hij maakt me niet dood, hij maakt jou niet dood. Maar die liefde, wat kun je doen? Die liefde. De Vader is liefde, die liefde komt over jou. Het licht komt over jou. Die heerlijkheid komt over jou. Ik heb een paar momenten in dromen gehad dat ik dacht, 1 seconde en ik ben bij u. En dan denk ik, halleluja, want ik zeg nooit nee tegen de Heilige Geest. Laat hem maar op mijn grafsteen staan. Hij kwam om door de heerlijkheid van mijn Vader. Man, dat is ook de mooiste wat je kan hebben. Maar ik kwam binnen in de dienst. En dan ging, wow, die ging zo. Ik was al zo dronken in de geest. Ja, daar kan je niks aan doen. Dronkenschap in de geest staat in de Bijbel. Toen de geest werd uitgeschud in handelingen, moesten ze naar de bovenkamer. Waarvoor naar de bovenkamer? Omdat ze uit die bovenkamer moesten komen. Ze moesten in de hart. En de geest kwam binnen, bam. En Peter zegt, ik denk dat ze dronken zijn. Nou, ze waren dronken door de geest. Want ze stonden, En ineens hadden ze geen angst meer. Eerst was Peters bang en iedereen om dood te gaan. En toen ze... Hey Fanny, denk jij dat je mij kan doodmaken? Doe normaal, man. Ik heb God almacht. Wie denkt dat je bent, man? Man, ze waren onbevreesd. En het is zijn getuige. Wanneer de Heilige Geest over je komt, zou je kracht ontvangen. Dat is niet alleen om te getuigen. Als je met Jezus komt. Nee, dat is wonderen en tekenen. Je getuigenis raakt mensen aan. En je wordt onbevreesd. En ineens denken mensen, hé, dat is een aparte figuur. Die komt uit de kerk, maar ik heb geen angst. Ja, omdat God, de Heilige Geest in mij kwam. Hij maakt je vrij. De Heilige Geest. En dan stonden ze helemaal te shaken. Weet je, van de glory of God. Ik heb gereformeerde mensen meegemaakt in mijn dienst. Die begonnen helemaal te shaken. Ze zeggen, wat is dat? Ja, dat is de Heilige Geest. ik had laatst ook nog met... was ik ergens bij een huisgroep. En ik roep die man naar voren en ik weet veel dingen van tevoren. Ik denk, nou, die is niet lang bekeerd. Dus hij zag gewoon goed uit. En dan, ja, hij staat naast, ik pak alleen maar zijn arm. Ik wist als zijn arm pak, hij voelt allemaal bliksem in zijn arm. Zo. Hij zegt, wat is dat? Ik zeg, ja, is de Heilige Geest. Ik zeg, heer, hij valt zo op de grond. Hij zegt, wat is dat? Ja, is de Heilige Geest. Het is alles de Heilige Geest. Maar mensen worden vervuld met de Heilige Geest. En dan ga je angst weg en dan ga je leven.
En dan ineens ga je de ziekte genezen. En ineens gaat die schaamte weg. Waar Hans het over had. Ik heb zoveel last van schaamte gehad. Je zag me hier een klein beetje losgaan. Maar luister, als ik ruimte heb, ik dans de sterren van de hemel. Maar weet je waarom? Voor Jezus alleen. Want ik maak als mensen over mij denken. Maar ik hou van mensen. Maar ik heb 30 jaar niet durven dansen uit schaamte. Ja? 30 jaar? Zonde. Nou, het steeds beter. Zonde, ja, maar serieus. Ja, weet je, vrijmoeder was daar. Amen. Precies. En 5 jaar geleden, broer, zette God me vrij. 30 jaar had ik had dansen thuis. 30 jaar lang. Hey. En dan ging helemaal, wow, glory, Jesus, halleluja. Ik had woorden dansen. En de glory viel mijn huis. 30 jaar dans ik thuis. Toen kwam ik bij David Stand in Engeland. God zei, je moet naar David Stand. Het licht gaat aan. Daar is het licht aangegaan. 4 jaar geleden. En wonder en teken toen ik mijn schaamte verloor. Ik kan je duizenden getuigenissen vertellen. Maar we gaan over tot de Bijbel en profiteren. Maar daar verloor ik mijn schaamte. En mensen, als je je schaamte verliest, dan ga je leven. Want dat zet je... Terwijl mijn vader en moeder ook goed kon dansen. En die zijn in de hemel aan het dansen. Maar toen ik in David Stand was. En Stephanie Griss was daar, een grote aanbiddingsleider. En de hele tent stond vol. 10.000 man. En ik denk, nou, ik kom niet meer binnen. Stond gewoon tot buiten. 10.000 man in Engeland. En ik zie vooraan een heel groot vlag. Helemaal vrij. Ik denk, zijn ze blind of zo? Ik ga gewoon naar voren. Bleek het een profetische dansvak te zijn. En ik durfde niet te dansen. Ja, God weet wat hij doet, weet je. Hij zei, God, ik ga hem even goed even in de maling nemen. Op een goede manier. En ik denk, ja, wat moet ik nou? Ik kan dansen, maar ik heb nog nooit publiekelijk. Komt er ook nog een orderwerk. En dan heb ik altijd een probleem met orderwerk. Serieus, ik hou van ze, maar altijd een probleem. Kan je wel dansen? Ik zei, wacht maar. Ik moet er wel gestaan, anders kom ik niet binnen. En God zei, Frans, doe normaal. Je weet het als je kan dansen. Oh ja, sorry. Ik heb ze aan het dansen en Stephanie Grissom kon niet praten of niet zingen, alleen maar dansen die dag. De volgende dag, en dan ga ik je laten zien als je schaamte verliest, als je de oude mensen aflegt, dat wonderen en tekenen zullen volgen. En dat is niet het belangrijkste, want je hart is het belangrijkste. En ik neem even de tijd, want ik ben een man die neemt de tijd. Twee dingen zijn, we zijn klaar, hou vol. Maar op een gegeven moment, toen ik mezelf verloor en met al die dingen waar God jaren aan had gewerkt, hè, die angst en mensenvrees. En op een gegeven moment ging je naar de nachttent, dus daar 3 dagen aanbidding, 24 uur. En God zei, ga naar de nachttent aanbidden, blijf me aanbidden. Maar ik was kapot, 2 uur, ik had over iedereen geprofiteerd die daar rondliep. Het is niet iedereen, maar ja, die God me leidt, bleef profiteren. En ik had pijn in mijn kuit, kon niet meer lopen. En dan wil iedereen ook voor je kuit bidden, hè? Dus je komt ook nergens meer. Overdag, je moet wel s'nachts gaan manifesteren, want overdag wil iedereen bidden, kom er nergens meer. Serieus. En ik ga zitten bij de nachttent. Letterlijk. En ik wist niet dat een jongen naast me zat. En ik ging God aanbidden. Karawashika mama sokora. Het was iets anders, maar... En die jongen legde zijn hand op mijn knie. Hij zegt, waar heb je Filipijns leren spreken? Ik sprak in de Filipijnse tongentaal. Wonderen en tekenen zullen je volgen als je het oude aflegt en in het nieuwe stapt. En je gebroken hart, dat is goed. Want dat wil die genezen. Dat is van God. Jouw hart, jouw lijden is zo kostbaar voor God. En ik sprak in het Filipijns. Er is geen schaamte meer in deze tent. Alleen maar de liefde van Jezus. De volgende dag stond Stephanie Christus op het podium. En die haalde exact de woorden die ik sprak in de geest in het Filipijns. Deze jongen was een katholieke priester. Is een katholieke priester. Is een half jaar zendeling geweest in Filipijnen. Is een theoloog. En die schreef het in het Filipijns op. Zo groot is onze God. We gaan een tijd in van wonderen en tekenen. En wat mensen denken, laat het gaan. Laat het gaan. De Heilige Geest wil de baas worden over zijn kerk. En wij bepalen of dat gebeurt. Wij bepalen of we ons hart aan hem geven. Door een proces van liefde en genade. Hè? Hij heeft 36 jaar over mijn hart gedaan. Hij is nog mee bezig. Dus relax, hij neemt de tijd voor je. Ja? Ga naar Psalm 40. We zijn er. Mensen worden erg blij nou. Halleluja, we gaan het lezen. Psalm 40. Vol verlangen heb ik op de Heer gewacht. En hij boog zich naar mij toe. En hij heeft mijn roep om hulp gehoord. Hij trok me uit de kuil van het graf. Uit de modder, uit het slijk. Hij zette mij neer op een rots. Een vaste grond voor mijn voeten. Hij gaf mij een nieuw lied in de mond. Een lofzang voor onze God. Mogen velen het zien voor ons zag en vertrouwen op de Heer. Gelukkig de mens die vertrouwt op de Heer. Die zich niet keert tot de hoogmoedigen. Tot hen die verstrekt zijn in leugens. Veel wonderen hebt u verricht. Veel goeds voor ons besloten. Heer mijn God, niemand is te vergelijken met u.
wil ik erover spreken van verhalen. Het is te veel om op te sommen. Offers en gaven verlangt u niet. Brand en reinigingsoffers vraagt u niet. Nee, u hebt mijn oren voor u geopend. En nu kan ik zeggen, hier ben ik. Over mij is het boek al geschreven. U wilt het doen. Mijn God, verlang ik. Diep in mij koester ik uw wet. En tot hier wil ik hem houden. Dus vooral de tekst dat God zegt. En dat het gaat ook over Jezus, hè? Dat, halleluja. Offers en gaves verlangt u niet. Brand- en reinigersoffers vraagt u niet. Nee, u hebt mijn oren voor u geopend. En nu kan ik zeggen, hier ben ik. Ben ik dat of niet met die telefoon? Kan misschien, moet ik mijn geluid uitzetten. Vergeet niet je telefoon erbij te houden. We gaan zo profiteren. Maar nog even, zie je dat God David uit de diepte trok, uit het lijden. Lees me Psalm 18 thuis, als je wil. En Openbaringen 8. Openbaring 8 gaat er niet over, anders wordt het te lang. Openbaring 8 gaat God recht spreken over zijn bruid. En dit is de tijd waar we staan. God gaat recht spreken over jou. Hij gaat je verhogen. Hij gaat je bevestigen. En ik maak dingen mee die zijn gewoon bizar, absurd. Gewoon wat God in mijn bediening doet. Alleen in Jezus. Maar een wit huis in Engeland geprofiteerd. Allemaal uitgekomen. Boerderijen. Huwelijken zijn hersteld. Zieken zijn genezen. Iemand uit een rolstoel in Groningen. God doet grote dingen vandaag de dag. Ja. En het is niet te begrijpen. Maar je kan alles krijgen van hem. Alles. Ja. Hij wil je alles geven. Maar hij wil eerst je hart. Ja, hij wil je hart. Want je hart is het allerbelangrijkste. Hij gaat trouwen met jou. Jezus gaat trouwen met jullie. Jezus gaat trouwen. Als we gaan trouwen met Jezus, dan moeten we trouw worden en leren trouw worden. En hij wil je hart. En als hij je hart hebt, gaat hij alles geven. En dat is voorspoed. Maar we zijn wel de leider gegaan. Want sommige mensen zeggen, oh, voorspoed en weer een voorspoed spreken. Maar jij weet niet waar ik doorheen ben gegaan. Jij weet niet wat mij gekost heeft om hier te staan. Jij weet niet dat mensen me wouden neerschieten, terwijl ik daar niks aan kon doen. En jij weet niet hoe ik heb gestreden voor mijn kinderen en voor de bruid van Christus. Jij kent mijn offers niet, alleen God kent ze. En hij wil ons hart dwars door het lijden heen, waar je ook doorheen gaat, wat je ook tegenkomt. Sommigen zijn hier verworpen door de familie. Een paar mensen hier, dat zag ik allemaal in de auto. In de familie je bent verworpen door je eigen familie, omdat je in een bepaalde gemeente komt. Weet je hoe goed God is? God, kijk, en dan wil ik me afsluiten en dan gaan we profiteren. In Openbaring 8 staat over dat lijden. Daar staat dat al onze gebeden komen voor de troon van de Vader. En notabene door de hand van de engel. God op intimiteit met zijn engelen. Want uit de hand van de engel komen onze gebeden. En dan komt de incense, hè, wierook in. En weet je wat de Vader? De Vader ruikt jouw lijden. Hij ruikt Christus in jou als jij door lijden gaat en toch doorgaat. Want je kan stoppen. Ik heb nooit gebeden om deze bediening. Daar eindig ik echt mee. Nooit gebeden voor deze profeetschap. Ik heb 1000 keer gebeden, had het maar gehouden. En ik ben door de hel gegaan. Alle eer van Jezus. Ik heb de Bijbels 1 keer gewoon dwars door de kamer gegooid. Ik stop. Ik kan niet meer. Ik heb 7 jaar geleden op punt gestaan. 50% van jongen, het is klaar. Maar dan echt totaal. Maar God was daar. Er zijn geestelijke vaders en moeders geweest die hebben naast mij gelopen. Het is een prijs te betalen. En ga bidden om de Heilige Geest, thuis en waar je bent. Want die ga je bij de Vader in Jezus brengen. Dit is het mooiste wat het is. Door het lijden heen ga je verhoogd worden. Velen in Nederland hebben een Jobtijd, een Davidstijd. En God gaat ze verhogen. Mannen en vrouwen. We zien ze uit de spelonken komen. Waar ik met mijn teams kom. Als ik teams zeg, dan zijn dezelfde mensen. Die hebben een eigen bediening waar ik samenwerk. Overal komen apostelen, profeten, herders, evangelisten ook. Die zijn vertrapt door leiders. En we houden van de leiders. Je hebt heel veel goede leiders. 80% is goed. Ze zijn allemaal op weg. Soms heb je wat mindere en soms heb je excessen. En daar moet je voor uitkijken. En die heb ik ook gewaarschuwd. Want ik hou niet als mensen worden kapot gemaakt. Onder het mom van het woord van God wat misbruikt wordt. En onder het mom van de gaven wat misbruikt wordt. Dat de Heilige Geest wordt misbruikt. Kunnen wij tot berouw komen? Met z'n allen. Dat we de Heilige Geest soms echt tekort hebben gedaan. In wat voor manier dan ook. Want de Heilige Geest is zo heilig. En die kan niet tegen eenheid. Hij kan niet tegen eenheid. En hij is de boom des levens. En als je die boom des levens koest en voedt, ga je leven in overvloed. En dat is het woord wat ik wou brengen hier. Want God houdt van jou. Hij houdt van jou. Mm.